In deze video aantonen dat I toeneemt voor X is A. Ik ga een beetje vlot door de theorie heen. Ik heb hier een assenstelsel. En zoals je ziet heb je een stijging. Dan komt de top. Dus daar is de helling 0. En dan neemt de helling af. En als je dat met je grafische rekenmachine doet, dan laat je zien dat je dat doet. Dus je schrijft op DI DX voor X is bijvoorbeeld 2,5. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. De helling is groter dan 0, want als ik een raaklijn construeer, punt A, dan zie je ook dat we te maken hebben met de stijging. Hè? Dus de helling is positief. En ga ik bijvoorbeeld kijken naar punt B, dus we gaan kijken naar DI DX voor X is 5. En ik construeer een raaklijn. Dan zie je dat de helling kleiner is dan 0, dus de helling is negatief. Nou, even aan de slag met een verhaaltje. Het aantal vacatures in de IT-sector is voor de periode 1997-2010 te benaderen door het model. Je ziet hem staan. N is uitgedrukt in T. Dan is N in duizendtallen en T in jaren. Zoals je ziet met T is 0 op 1 januari 2000. De vraag: toon aan dat het aantal vacatures op 1 april 2002 afnam. Dus we moeten aan de slag met de helling. Dus ik ga aan de slag met mijn grafische rekenmachine. En ik laat zien dat ik mijn grafische rekenmachine gebruik. Want ik schrijf F1x is. En je ziet dat ik de T heb vervangen door X. Dus ik pak mijn rekenmachine erbij en ik tik die formule in. Ik ben bezig in de app-functie. En ik heb symbool ingedrukt zoals je ziet. En ik heb die formule precies zo ingetikt. En als je dat niet doet, dan weet je zeker dat de vraag fout is. Hè? Dus controleer dat ook even. Nou, ik ga mijn assen ga ik zo meteen instellen. En ik ga eerst even kijken naar T is 0. Dat is namelijk op 1 januari 2000. T is ook in jaren en we moeten aan de slag met 1 april 2002. Dus dat is in ieder geval T is 2 en een beetje. Dan gaan we even kijken naar dat beetje wat erbij komt. Want we gaan kijken naar 1 januari tot en met 1 april. Dus dat is februari, maart, april. Dus dat zijn 3 maanden. Een jaar heeft 12, dus ik doe 3 gedeeld door 12. En dan heb je dus 2, 3 twaalfde en dat is dus 2,25. Ik ga mijn assen instellen, dus ik ga naar Shift en ik ga naar Plot. En dan kom je in het Setup menuetje terecht. En ik wil aan de slag met X is 2,25, dus ik heb even gekozen voor 0 en 10... Dan weet ik zeker dat die 2,25 daartussen is. Ja, natuurlijk ook wel een kleiner interval mogen nemen. En ik heb voor I gekozen. Aangezien N in duizendtallen is, heb ik gekozen voor boven de 0. En ik heb als maximum 400 gekozen. En als dat niet goed is, dan pas ik dat gewoon aan. Nou, de grafiek zoals je ziet. Ik druk op menu. En dan kies ik voor een functie en je ziet daar helling staan bij 5. Daar tik ik in. En ik krijg nu de helling die hoort bij daar waar het kruisje staat. En 2,25, dat zit natuurlijk meer naar links. Dus de helling staat niet goed. Dus ik tik gewoon in 2,25. Dat ziet er zo uit. En ik druk op Enter. En de helling is min 31,1 afgerond. En dat ga ik even opschrijven. Dus je zegt bijvoorbeeld of je schrijft GR geeft. Of je doet DI DX voor X is 2,25. Nou, zoals je ziet is de helling kleiner dan 0. Die is namelijk min 31,1. En ik ga antwoord geven op de vraag. Dus het aantal vacatures op 1 april 2002 nam af. Einde video. Tot de volgende keer.